Hoi allemaal, we zijn alweer aanbeland bij dag 9 van Defemerember 2022. En vandaag zijn de prompts collagefodder en junkmail. Nou is collagefodder voor mij een woord waar ik eigenlijk niet zo goed raad mee weet. Ik heb het gegoogeld wat het betekent en het betekent collagevoer. Ja, dat zegt me dan nog steeds eigenlijk vrij weinig. Maar als ik naar de filmpjes van Louise en Barbara kijk, dan denk ik dat het restjes van andere, ja, wat je eerder gemaakt hebt, is. En dan heb ik maar bewaard wat ik over had van ja, de eerdere prompts en van het maken van mijn pagina's. En omdat ik niet zeker weet of dat voldoende is, heb ik ook nog dit stukje papier gevonden boven, waarop ik ja, van alles heb afgeveegd aan stencils en dingen waar op zich wel leuke leuk werkje op is gekomen, waar ik een collage mee dan kan maken. Ik hoop tenminste dat het me lukt. En junkmail, dat is dus eigenlijk afval wat je in de brievenbus hebt gekregen. Tenminste, dat, zo lees ik dat. En nou kreeg ik laatst dit supermooie envelopje in de brievenbus van Dior. Daar zaten twee proefmonstertjes in voor de man en de vrouw, een geurtje. En ik vind dit eigenlijk wel een ontzettend leuk envelopje. Misschien dat ik zelfs met die kaart nog wel wat kan. Maar in ieder geval dit envelopje om te gaan gebruiken voor deze prompt vandaag. Ik ga eerst nog even iets lekkers halen uit mijn adventkalender voordat ik ga beginnen. Dan kan ik tussendoor even snoepen. Waar zit nummer 9? Ik vind hem even niet. Nou zeg. Hebben ze nummer 9 weggelaten? Oh, hier. Een lange. Oeh, het is zo'n lekkere lange. Lijkt altijd een beetje op fruitella. Ik weet eigenlijk niet eens hoe het heet. Oh, het is ook een fruitella stick staat erop. Die lust ik wel. Jam, jam. Oké, dan is het misschien ook wel handig om meteen een dier te trekken. Welke ik vandaag ga gebruiken uit de encyclopedie. En we gaan voor deze pagina. Oeh, hagedissen. Die hadden we nog niet gehad. Ik weet nog even niet welke, want er zitten heel verschillende kleuren in. Heel mooi. Ja, hier ben ik wel blij mee. Ik ga eerst de collage maken op mijn envelop. En daarna bekijken welke ik ga kiezen uit de dieren. Ik zet een muziekje voor jullie op en kijk gezellig met me mee. Thank you.
mijn hele envelop is lekker volgeplakt met allemaal stukjes restjes. En dat heb ik een beetje random gedaan. Niet te veel over nagedacht. Het was een heerlijk relaxwerkje om te doen. En omdat er zoveel stukjes op zitten, heb ik ook genaaid. Zodat het er mooi stevig op vast zit. Niet zomaar loskomt. En dat vind ik sowieso altijd wel heel erg leuk gezicht. Die stiksels erop. Nu wordt het rondom beïnkt. En ik heb het sneetje waarmee je de envelop kan sluiten, heb ik natuurlijk ook door de collage heen gesneden. En dan ben ik nu klaar om eens te kijken welke hagedis ik ga gebruiken. Ik vind deze drie mooi, ook omdat ze dat blauw weer bevatten. Dus ik heb ze alle drie uitgeknipt. Eerste instantie wilde ik er maar eentje gaan gebruiken. Maar misschien kan ik ze alle drie wel gebruiken. Ik heb ze een beetje beïnkt. En voor deze met die lange staart vind ik het leuk om die op de flap van de envelop te gaan gebruiken. Maar voor wat textuur en wat afwisseling ga ik hem op een stukje goudpapier van de chocoladereep plakken. En ik heb weer een klein beetje van de rode uitjes het net afgeknipt. En die er mooi onder verwerkt. Deze twee wil ik er ook op hebben. Zo is het misschien wel grappig. Dan lijkt het net of ze met elkaar zitten te kletsen. En ook bij deze hagedissen doe ik een klein beetje van het gouden papier en een klein stukje van het net tussen. Onder het acrylblok kan het lekker gaan drogen. En dan ga ik nu op zoek naar een pagina waar ik deze envelop mooi op kan verwerken. En ik denk dat ik voor deze pagina ga. Het is een mooi plekje, mooi voorop. En hij is ook wat steviger deze pagina, want het envelopje is wel van wat steviger karton, dus wat zwaarder. En ik wil hem eigenlijk zo uitklappen. Ik heb een stukje stof wat ik ook in de rug van mijn journal cover heb gebruikt en deze wil ik gaan gebruiken in reepjes om hem eigenlijk als een soort flap aan mijn pagina te plakken. Het boekje of de envelop is vrij breed, dus ik moet zorgen dat hij wel goed uitkomt en dat betekent dat er een stukje ruimte tussen de pagina en de envelop moet. En in eerste instantie plak ik het met textiellijm vast, maar dit blijkt uiteindelijk toch een beetje te zwakjes. En daarom heb ik besloten om het onder de naaimachine deze reepjes stof vast te naaien aan de pagina en aan het envelopje. En dat werkte hartstikke goed. Nu zit hij lekker stevig erop. En dan kan je hem mooi dichtklappen en openklappen om zo iets in de envelop te steken. Leuk hè? Nou, in mijn boekje. Hij wordt al wel lekker dikkerd. Dit was alweer dag 9 van die Femmerember met collagefodder en junkmeal. Ik hoop dat je het weer een leuke video vond, geïnspireerd bent geraakt en ik je volgende dag morgen dus weer mag verwelkomen. Tot dan! Doei doei!